Zo, en dan doen we een driehoek neusje. Zo, en dan doen we een beetje een gek mondje. Let op, hoor. Ga ik even proberen. Dan begin je zo. Doe je een hapje eruit. Doe zo. Nog een keer een hapje eruit. Dag jongens en meisjes. Leuk dat jullie weer kijken. We hebben vandaag een hele speciale video. De speelgoedmanier kunnen jullie nu zien. Ik ga vandaag iets heel leuks maken met jullie. Het is namelijk bijna Halloween. En wij gaan van klei leuke Halloween dingetjes maken. Een spookje. Maar dat is niet alles. We gaan ook van mandarijntjes hele leuke Halloween mandarijn pompoenetjes maken. Zijn jullie er klaar voor? Vind je dit een leuke video? Doe even een duimpje omhoog. En ben je nou nieuw op dit kanaal of nog geen abonnee? Vergeet dan niet om het rode knopje te drukken hier. Nou kom, we gaan snel beginnen. Oh ja, en voordat we met de klei aan de slag gaan, laat ik jullie eerst nog even onze Halloween tuin thuis zien. Want Roos en Florien hebben die heel mooi versierd. Zijn jullie benieuwd? Nou kom, gaan we snel kijken. Hey, dag jongens en meisjes. Ik dacht, voordat we zo meteen aan de slag gaan boven in de studio om lekker voor Halloween te gaan knutselen, wil ik eerst met jullie de tuin even laten zien. Want Roos en Florien hebben de tuin versierd voor Halloween. Kijken jullie even mee? Kijk, dit is de heg voor ons huis. En hebben Florien en Roos allemaal nep spinnenwebben overheen gehangen. Hé, hey, grappig hè? Kijk, dat is van een beetje wol gemaakt. Maar dat ziet er leuk uit hè? En kijk eens even bij onze deur. Wat hangt daar uit de brievenbus? Dat is een nepspin met nep ogen. Hé, hey, wat ziet die er cool uit, hè? En kijk eens even daar, die kleine mini pompoen. En daar heb je een lampje en die doen we met Halloween aan. En daar hebben we nog twee pompoenen, die hebben Roos en Florien gesneden. En een hele grote pompoen. Nou, wat ziet dat er leuk uit, hè? Jongens en meisjes, leuk dat jullie weer kijken. We gaan vandaag leuke Halloween dingetjes maken. Ja, we gaan een beetje knutselen. Jullie zien het hier al staan natuurlijk. Ik heb hier een paar potjes klei. Maar wat is nog veel leuker? Herkennen jullie dit netje? Ja, dit zijn lekkere mandarijntjes. Maar, kijk eens even. Die mandarijntjes, jongens, ja, die lijken ergens op. Welke kleur is dit? Oranje, hè? Ja, en kijk eens even, een pompoen. Welke kleur heeft die? Ook oranje. Dus we hebben hier een netje mandarijnen. Laat ik er eens even wat uithalen. Dan heb ik hier een zwarte stift. Nou, misschien heb jij geen zwarte stift thuis. Heb je een andere stift, kan dat ook prima mee. Dus hier gaan we zo gezichtjes op kleuren. Zo, kijk eens even. De kleur wit. Hé, hey, die is mooi. Oké. Okay. Dan hebben we hier nog een andere kleur, jongens en meisjes. Welke kleur is dit? Ja, dit is zwart. Heel goed. Nou, en deze is eigenlijk bijna dezelfde kleur als het mandarijntje. Kijk even. Dit is natuurlijk oranje. Heel goed, dat wist je al. Oké, laat ik de potjes eens even openmaken. Zo. Gaan we eens even kijken. Kijk even. Oranje klei. Ja, kijk even. En dan nog witte klei, de Play-Doh. Hé, hey, heel mooi. Oké, zullen we eens even beginnen met de mandarijntjes? Laten we eens even kijken. Kijk hoe makkelijk dat gaat. Beginnen we met de oogjes. Doe ik driehoek oogjes. Zo. Oh, dat is leuk. Eén oogje. Een oogje. Doen we een neusje. En dan doen we een mondje. Zo. Oké, kijk even. Nou, dit is wel een vriendelijk gezichtje, toch? Ja, want sommige kindjes zeggen wel, ja, Halloween is heel eng, maar dat hoeft natuurlijk niet helemaal eng te zijn. Je kan ook gewoon een lachende pompoen maken of een lachend mandarijntje. Gaan we ander soort oogjes doen, dan maak ik ronde oogjes. Let op, kijk of dat lukt zo. Ja, dat gaat goed. Zo, doen we even zo. Oké.
Zo, de oogjes. Doen we zo'n neusje. Ja, kijk even. En dan doen we een mondje. Zo, met die streepjes. Past ook een beetje bij Halloween. Kijk even. Hé, hey, die is ook leuk, hè? Dus dat kan je ook proberen. Maar ik heb nog wel meer ideetjes. Even denken, hoor. Nog één met gewone ronde oogjes. Ja. Zo. Hier nog eentje. Zo. En dan een driehoek neusje. Zo, kijk even. Hé. Hey. En dan... beetje zo. Hoppakee. Hé, hey, dat is grappig zo, hè? Kijk eens even. Hé. Hey. En ik weet er nog wel één. Even denken. Even een mooi stukje kijken. Ja, deze is zo goed. Even kijken. Ik wilde nog met driehoek oogjes. Die vond ik eigenlijk ook wel leuk zo. Want zo halen ze ook vaak uit de echte pompoenen. Dat zag je net ook beneden wat Roos en Florien hadden gedaan. Buiten voor onze deur. Zo, en dan doen we een driehoek neusje. Zo, en dan doen we een beetje een gek mondje. Let op hoor. Ga ik even proberen. Dan begin je zo. Doe je een hapje eruit. Doe zo. Nog een keer een hapje eruit. Doe hem zo. Laat je wel een beetje lachen. Ga je terug. Weer een hapje eruit. En laat je hem zo lachen. Oké, let op. En dan kleuren we dit even een beetje in. Hé. Hey. Wauw, jongens en meisjes. Dit is toch wel cool. Kijk nou toch. Dit zijn net mini pompoenen. Misschien kunnen we je ook wel een beetje sip laten kijken. Dat is ook grappig. Dat kan je natuurlijk allemaal zelf bedenken. Hè? Zo. En als jij alleen maar ronde ogen wil maken, is dat natuurlijk ook goed, hè? Doen we zo'n neusje. En laten we een beetje sip kijken. Kijk. Oh, niet zo sip kijken. Oh, zegt hij. Kleuren we die even in. Zo. Ah, wat kijk je een beetje sip. Kijk eens even, die zetten we hier zo bovenop. Zo, die zetten we daar bovenop. Zullen wij eens beginnen met een wit spookje? Dat vind ik toch wel heel erg leuk. En ook spookjes, hè. Florien zegt wel eens, oh papa, ik ben een beetje bang voor spookjes. En dat is niet erg, maar ja, spoken bestaan natuurlijk niet. En we kunnen natuurlijk ook een lief spookje maken. Dus zullen we dat gewoon gaan doen? Een lief spookje... Kijk eens even, zo. Zo vaak opnieuw doen als je wil. Beginnen we met het hoofdje. Ik denk dat die doen we een beetje zo. Let op. Het hoofdje. Zo, en dan doen we het lijfje zo. Hoppakee. Deze zo. Hoppakee. Gaan we even kijken. Oké, nou dit kan nog wat mooier. Want dan gaan we nu, jongens en meisjes, kijk even. Nou, dit lijkt al wel een beetje op een spookje. Let op. En dan gaan we een beetje een soort van cute eyes maken. Zoals Roos en Florien het altijd noemen. Dan beginnen we met wit. Ook al is het een wit spookje, maakt dat niet uit. Kijk, dan gaan we die er eerst in doen. Zo. Nog eentje. Die worden best groot. Let op. Dan pakken we een beetje zwart. En dan gaan we... twee zwarte oogjes maken. Die worden weer iets kleiner, die bolletjes. En die draai je zo met je vinger. En vind je dat nou een beetje moeilijk of lastig? Dan kan je papa of mama natuurlijk even vragen. Die doe je in het midden. Let op. Zo. Let op. Pak een beet. Doen we hier tussen. En nu gaan we die cute eyes maken. Dan pakken we een heel klein stukje wit. En die doen we boven in het oogje. Let op. Doen we hier ook bovenin. Zo, en die doen we hier boven het hoekje. Kijk eens even. Is dit niet schattig, jongens en meisjes? Maar hij moet ook nog een leuk mondje, toch? Ja, hè? Ga eens even kijken wat we kunnen maken. Een mooi mondje. Oh, ja, nee, dit is leuk. Kijk even. Hé, hey, jongens en meisjes, kijk nou toch. Is dit niet leuk? Hé, hey, grappig, hè? Dit is een leuk spookje. Oké, dat is één. Maar we gaan ook nog een spinnetje maken, had ik gezegd. Daar pakken we de zwarte Play-Doh. Eerst het lijfje maken.
Zo. Dan pakken we van deze wit nog even twee rondjes. Want dan gaan we twee leuke oogjes erop maken. Zo. Eén. Beetje zo naar de zijkant. Deze. Hoppakee. Kijk even. Dat is één. Dan doen we daar nog een beetje zwart in. Maken er weer twee bolletjes van. Dit doen we gewone oogjes. Kijk even hoe schattig. Zo, kijk even. Hé, is dit niet grappig? Kijk even, hij kijkt nu een beetje scheel. Laten we maar even recht kijken. Zo, dit is beter. Oké, dat is één. Dan gaan we dus acht pootjes maken. Komt-ie. En die gaan we zo rollen. Kijk, zo. En dan kan je thuis ook doen. Als je nou geen zwart hebt, dan kan je natuurlijk ook een andere kleur pakken. Want, dat weet je uit de vorige video, maakt het niet uit welke kleur je pakt. Je mag alles zelf weten. Het is jouw Play-Doh. Oké, kunnen jullie al tellen hoeveel we er hebben? Oké, laten we eens even tellen hoeveel we er nu hebben. 1, 2, 3, 4, 5. En we moeten er 8. Dus we missen nog 3 pootjes. En 8. Oké, gaan we die eens even doen. Doen we 1 pootje hiervoor. Zo, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hé, kijk eens even zo. Misschien leuk als het een beetje zo schuin moet. Kijk even, ja. Anders lijkt het meer op een octopus, vind ik. Kijk even, doe eens een beetje zo. Kijk eens even wat een schattige spin, jongens en meisjes van klei. Het spookje de mandarijntjes. Oh, wat leuk dit. Als je dit bolletje oranje klei zo rolt en je maakt hem glad, lijkt het net een mandarijn. Een pompoen heeft natuurlijk vaak van die randjes. Kijk zo. En dan lijkt het meer op een pompoen. Letten jullie eens even op. Zo, dat kan je heel makkelijk zo met een mesje doen. Met een stokje als je die hebt, satéprikker. Zo. Kijk even. En dan daarbovenop is vaak van bruin of groen. Er zit dan een steeltje nog op. Kijk, let op. Maak er gewoon zo. Hé, is dit niet leuk? En zullen we de pompoen ook nog even oogjes geven? Ja, dat is leuk toch? Komt, die gaan we die ook leuke schattige oogjes geven. Je weet hoe het werkt. Je draait een bolletje. Zo. Een klein bolletje zwart. Hoppakee. En deze. Die. Zo. Die. Kijk eens even. En deze hier. Zo. Zo. Kijk eens even. Zo. Laat een beetje lachen. Goed zo. Kijk. En dan nog een klein neusje erop. Huppakee. Kijk even jongens en meisjes. De pompoen. Nou zeg. Wat een leuke dingen kan je dus maken voor Halloween. Ik hoop dat jullie genoeg ideeën hebben opgedaan. Nou, vonden jullie dit nou een leuke video? Doe even een duimpje omhoog. En ben je nou nieuw op dit kanaal of nog geen abonnee? Vergeet dan niet op het rode knopje te drukken hier onderaan. Nou, dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!